12. Vogels. Kortleed melden de vogels die dicht komen te staan, maar in de verte dat het op reis u wel zal gaan. 29. Vrouw. De schoonste van de kaarten is deze wel de vrouw. Moog ze u veel voorspoed melden, een leven zonder rouw. 12. Vogels. Voorbijgaand leed. Dit is niet echt een heel negatieve kaart. Deze kaart laat zien dat de problemen of het verdriet van voorbijgaande aard zijn. Als er positieve kaarten boven of rechts van de vogels liggen, dan kondigt zich iets positiefs aan, waar je in eerste instantie van schrikt, maar waarvan je achteraf kunt zeggen dat het goed was. Al met al is dit een kaart die je vooral helpt om verder te komen en om problemen te overwinnen. Vogels is een kaart die tevens staat voor inspiratie. Steekwoorden. Voorbijgaand verdriet. Kortdurend ongemak. Advies. Ga de moeilijkheden niet uit de weg, maar hou in gedachten dat ze weer voorbij zullen gaan. Deze kaart wordt gezien als een negatieve kaart. Vrouw. Schop een aas. Persoonskaart. Vraagster. Partner. Vriendin. De dame. Het vrouwelijke. De dame. Vrouw. Staat voor het vrouwelijke principe. Deze kaart symboliseert dan ook de eigenschappen die doorgaans aan vrouwen worden toegeschreven, zoals emoties, gevoel, tederheid, diplomatie en creativiteit. In hoeverre deze kaart met jouzelf te maken heeft of met iemand in je omgeving, weet je zelf waarschijnlijk het beste. Het kan zijn dat deze kaart je oproept om je wat vrouwelijker te gedragen. Het kan ook zijn dat je de komende tijd meer te maken krijgt met vrouwelijke zaken in je omgeving. Steekwoorden: vrouwelijk, diplomatie, creativiteit. Advies: toon je gevoelens. Wees niet bang om je kwetsbaar op te stellen. Deze kaart aanschouwt men als een neutrale kaart.